Hoi, een goede morgen allemaal. Dit is Jacqueline Peek op de pagina van Farming Biz voor boeren en boerinnen. En vandaag heb ik voor jullie een speciale gast uitgenodigd. En dat is Suzanne Glory. Je ziet haar al in beeld. En zij is merkexpert. En denk jij nou van, nou, hoe kan ik mijn boerderijproducten onderscheiden van al die anderen die dat aanbieden, of de supermarkt of de groothandel? Hoe kan ik meer marge krijgen door zelf direct te gaan leveren aan de klanten? En hoe krijg ik ze naar mijn boerderij toe om dat bij mij te halen? Suzanne Glory. Ik ken je van meerdere events, onder andere met Roy Martina. En ja, jij bent de merkexpert. Dus misschien wil je jezelf nog even verder voorstellen daarin. Ja, goedemorgen allemaal. Nou ja, zoals Jacqueline al zegt, Suzanne Glory, branding expert of merk expert. Ja, van origine ook een boerendochter. Ik ben 52 jaar geleden geboren op een boerderij in Egmond. Maar mijn vader was, zoals het heet, een beetje een keuterboer. Hij had van alles wat. Dus koeien, en we hadden bollen en we hadden varkens. Nou, op een gegeven moment moest je groter. Het was nog de tijd dat de melkbussen er nog waren, dus dat is best een tijd geleden. En ja, toen werd de automatisering ingevoerd en moest er zoveel geïnvesteerd worden. En ja, ik kom uit een gezin van 6 kinderen en niemand had eigenlijk zin om het boerenbedrijf voor te zetten. Dus toen heeft mijn vader gezegd van, nou, ik ga niet die investering doen. Ik stop ermee. Wel altijd hobbyboer gebleven, dus we hebben altijd potlammeren gehad, kalfjes. Dus ik ben nog steeds wel opgegroeid tussen de beesten. En ik heb ook wel gezien hoe moeilijk en hard het boerenbestaan kan zijn. Dus ja, heel veel respect voor de boeren in ons land. En ook nog steeds een heel warm hart voor de boeren en de boerenbedrijven die ons land kent en die zo hard nodig zijn. Ja, dus dat is mijn achtergrond. Daarnaast ben ik zelf natuurlijk het bedrijfsleven ingegaan en heb bij verschillende grote corporates gewerkt als marketing manager en verschillende projecten gedaan. En vanaf 2003 ben ik zelfstandig. En Oh, zo lange tijd al, ja. ja, dat is al best een tijd. Ja. En ik zet me in om bedrijven beter op de kaart te zetten, om te zorgen dat ze met passie en overtuiging hun merk in de wereld kunnen zetten en daarmee gaan doen wat ze het liefste doen en hoe ze hun beste, de grootste bijdrage aan deze wereld kunnen leveren. Ja. Kijk. Ja, natuurlijk heel veel boeren of van met veehouders dan zijn gewend van nou, dan melk je naar de melkfabriek en ik wacht maar af wat mijn prijs is. En ja, een aantal zijn natuurlijk een andere markt gaan zoeken om te kijken van nou, hoe kan ik meer voor mijn melk krijgen door onder andere zelf een winkel te starten of kaas te gaan maken of aan huis te verkopen. Maar ja, inderdaad, hoe onderscheid je je dan inderdaad? Dat is Ja. wat jouw vak is, zeg maar, hè? Omdat geef aan wat maakt jouw merk sterk? Is dat alleen een logo? Nee, zeker niet. Het begint allemaal bij jezelf eigenlijk. Het begint bij wie jij bent en wat jij diep van binnen wenst en wil bijdragen aan deze wereld. En ik weet dat de boer in ons land, de boer komt vanuit passie. Als je geen passie hebt, kun je dit werk niet doen. Want dan ben je bent bijna 7 dagen per week aan het werk. Ja, Als compleet, ja. je, ja, als je geen hart hebt voor wat je doet, geen passie, dan hou je dat dus ook niet vol. Nou, en daarbij die passie begint je merk. Want dat maakt jou ook uniek. Je hebt allemaal, wat je doet is niet uniek. Er zijn genoeg boeren en er wordt melk gemaakt, kaas gemaakt. Nou ja, groente, fruit, maakt niet uit. Maar. En hoe je het doet, dat kan verschillen. Hè? De een die heeft bepaalde methodes, biologisch of niet, of nou ja, noem het maar op. Daar zit wel wat verschil in, maar ook daar zit nog best wel wat overlap in. Maar waarom jij het doet, jouw drijfveren, jouw overtuigingen, dat wat je hebt meegemaakt en dat wat je wilt brengen in deze wereld is uniek. Nou, daarvan uit ga je ook een merk bouwen. Dus het begint altijd bij: wat is je visie? Wat zie je? Ja, wat zie je in deze wereld waar jij aan zou willen bijdragen of wat je zou willen veranderen? En hoe zou je dat kunnen doen? En als je dat kunt verweven in wat je aan het doen bent,
dan ga je een onderscheidend iets neerzetten. En daar begin ik altijd met bouwen. Ja. Ja, er zijn een aantal boeren met, die al wel een Facebookpagina hebben. En dan bijvoorbeeld af en toe foto's plaatsen van hun werkzaamheden, wat ze aan het doen zijn. En daarbij weten burgers ook heel vaak niet wat het dan betekent. Hè, of waarom ze zoiets doen. Ja. Dus ook dat is een beleving meegeven van waarom ze dingen doen op hun bedrijf. Hè? Ja, ik zeg altijd, je begint bij je merkfundament. En dat gaat echt over je waarom. Waarom doe je wat je doet? Wat maakt dat jij iedere dag je bed uitstapt om te gaan doen wat je doet en daar zoveel uren en zoveel passie in stopt? En wat zou je graag willen veranderen in deze wereld? Als ik jou vandaag een toverstokje zou geven en je mocht één ding veranderen, wat is er dan morgen anders? Weet je, waar ga jij voor? Wat is de stip op de horizon? Als er nou toch dit zou zijn, of als er nou dit anders zou zijn, als nou alles biologisch zou zijn, hè, er geen bestrijdingsmiddelen gebruikt, ik noem maar wat. Mm-hmm. Dan zou je je daarvoor in kunnen zetten en dan bouw je je fundament. Want dat is alles wat je doet, staat in teken van het bereiken van dat doel. Ja. En dan kun je een visie en jouw missie. Dus waar ga je voor en waar sta jij dan voor? Hoe ga jij daaraan bijdragen? Ja. Een mooi voorbeeld is, we kennen allemaal Tony Chocolonely, de chocola. Hè? Ja. Zeker de dames onder ons. Mijn favoriete man om naartoe te gaan als ik me niet zo lekker voel. Dan Tony's. Maar zij hebben een hele duidelijke visie. Zij willen een wereld zonder slavernij in de chocola. Zij willen een wereld waarin die handel eerlijk en transparant is en duurzaam is. Ja. Dat is hun visie. En hun missie is van alle chocola die wij op de markt brengen, die voldoet daaraan. Dus wij gaan dat nu doen. Maar zij maken niet alle chocola op de wereld. Dus zij kunnen die visie niet in hun eentje doen. Nee. Dus die is altijd groter dan jezelf. En dan breng je het terug naar je missie. En wat ga jij daar nu aan doen op dit moment? En dat verpak je in je merk. Dus daar heb je het over. En daar ga je voor. Als het over verbinding gaat. Of als het over duurzaamheid gaat. Of als het over natuur gaat. Ja, daar kun je dan vertellen hoe jij daaraan bijdraagt. En waarom je dat doet. Ja. Ja, het is niet voor iedereen mogelijk om biologisch bedrijf te worden. Daar gaat een aantal jaar overheen voordat je dat mag en kan en of er behoefte is aan is. Op het moment is daar geen uitbreiding in mogelijk. Maar degenen die dat al wel zijn en met natuurmonumenten samenwerken en dergelijke, ja, die kunnen dat natuurlijk vooral ook ventileren en laten zien hoe ze daarin samenwerken. En dat ze later op het veld de wei op gaan om dat eerst de vogels nesten moeten kunnen bouwen en dergelijke. Ja. En ik zag gisteren een artikel, of dat was bij Max Vandaag volgens mij op tv, geweest dat Nederland het milieuvriendelijkst landbouw produceert. Oh, bedrijft. Oh, mooi. Dus we zijn op de goede weg. Ja, zeker op de goede weg. En, er worden in Nederland ook heel weinig bestrijdingsmiddelen gebruikt en gewasbeschermingsmiddelen. En wat je uit het buitenland haalt, weet je niet hoe dat geproduceerd is. Dus dat kan je ook meer benadrukken. Dat is een verhaal, hè? Nou, ik moet zeggen dat ik er altijd wel op let. Waarom zou ik mijn appels uit Nieuw-Zeeland halen als er prima appels uit Nederland te krijgen zijn? Ja. Weet je, de footprint, de carbon footprint is natuurlijk veel kleiner als het uit Nederland komt. Ja. De appel is ook veel jonger en veel verser als dat die uit Nieuw-Zeeland komt. Ja. Dus ja, een schip op of vliegtuig in? Nee, hij hoeft niet bespoten te worden omdat hij die hele reis moet afleggen en allerlei invloeden blootstaat. Dus ja, ik ben daar heel erg bewust van. En ik denk dat dat ook, dat bewustwordingsproces, dat is wat je wilt doen. Dus merkenbouw gaat ook heel veel over storytelling. En daarom is het zo leuk, aankomende zaterdag sta ik op het podium, heb ik mijn evenement, A Glorious Business Day, en heb ik als gastsprekers Roy Martina en Winston Scholsberg. En daar gaat het heel erg over hoe bouw je dat werk van binnenuit, hè? Vanuit jouw kracht. Even één moment, heel even onderbreken of dat alles nog goed loopt.
Zijn wij nog te horen en te zien? Even een melding thuis. Suzanne is bezig hoorde mij, maar op mijn eigen iPad zie ik nu even helemaal niets meer. Oh. Even kijken. Ben je aan het luisteren en zijn we nog te horen? Laat het even weten. Ik check even ook op mijn mobiel nu. Of we er nog zijn. Even kijken. Ik zie nog geen... Oh, ik zie nog een bericht. Ja hoor. Oh, oké. Okay. Ja, helemaal goed. We zijn ja, op mijn eigen iPad zie ik even helemaal niet meer. Maar blijkbaar gaat het dan toch goed. Oké, okay. Sorry voor de onderbreking. Je zei aanstaande zaterdag heb jij je evenement in Hoofddorp. In Hoofddorp, samen met Roy Martina Winston Scholsberg. En daar gaat het echt over hoe bouw je dat merk zonder echt vanuit je krachtigste zelf. Hè? En daar is Roy natuurlijk geweldig in om je terug te brengen naar de beste versie van jezelf. En vanuit daar kun je mooi dat merk bouwen en dat verhaal gaan vertellen. Want ja, we kunnen allemaal wel gaan verkopen, maar dat werkt niet meer. Vandaag de dag gaat het over verbinden. En verbinden doe je met verhalen en raken. Hè. Je wil mensen raken met jouw verhaal. En dan is die story vanuit jouw overtuigingen, vanuit jouw droom, is heel erg belangrijk. Ja. En jezelf durven laten zien. Hè? En je bedrijf durven laten zien. Niet met achter schermen verscholen of een anonieme foto. Maar vertel over je bedrijf. En vroeger hadden ze wat je noemde de push marketing. Hè? Je gooide maar gewoon je boodschappen naar beneden naar iedereen die het wilde horen en zien. En dan kwam de business vanzelf. En vandaag de dag is het echt andersom. Het is echt, er komt reactie vanuit de markt en je moet verbinding maken zodat je die push en pull, dat duwen van je boodschap en het trekken van de belangstelling en het maken van de verbinding. Ja. Dat is gewoon heel erg belangrijk. En in zo'n persoonlijk beroep als agrariër of boer, of weet je, daar is jouw verhaal. Jij bent het verhaal. Ja. En daarom is het ook zo belangrijk om jezelf zichtbaar te maken. En natuurlijk naar alle, wat het hele stikstofverhaal, dat boeren enorm in het nieuws zijn geweest. Ja, daar hebben we ook best wel mooie verhalen langs zien komen. Ja, inderdaad. En ook meer dat ze weer meer in hun power voelden, doordat ze eigenlijk zo gedragen werden door de meerderheid van de bevolking, of ik geloof 95%. Ja. Terwijl de gedachte of de beeldvorming heel anders was. Ja, ja, nou dat klopt. Dus dat is wel een heel mooi punt om daar vanuit verder te bouwen op dat merk en op wie je bent en waarom je doet wat je doet en wat je tegenkomt daarin op dat pad. En jij zei net van, is het dan je logo? Nee, maar je logo is een vertaling van die mentale identiteit. Die wat jij bent en wie jij bent, dat wordt dan door een vormgever vertaald in een beeld. Dus wat ik heel veel zie is dat er gewoon maar een logootje gemaakt wordt. Hè? Van internet geplukt of ja, niets ten nadele van het broertje van de buurvrouw of die op zijn zolderkamertje logootjes maakt. Maar zonder dat merkfundament, zonder die mentale identiteit van wie ben ik, waar ga ik voor, waar sta ik voor, wat is het karakter van mijn onderneming, van mijn merk. Die beleving daarin te laten uiten, zeg maar. Ja, je ziet dan ook echt heel het verschil tussen een sterk merk waar een verhaal aan zit. Wat je ook aan de hand van je logo en je bedrijfsnaam, en dat je een verhaal kunt vertellen ook weer. Ja. Ja. Even kijken, ik zie een opmerking van Barry. Apple. Zo. Even kijken hoor, hoeveel nullen waard? Heel veel nullen. Ja. Biljoen. Ja. Barry, wat ik wel wil zeggen is dat ik bijvoorbeeld bij Apple nu wel een verandering zie. Sinds Steve Jobs er niet meer is. Ik bedoel, het merk is zo groot dat het nog wel populair blijft. Maar ik zie wel dat er een verandering is. Dat het merk minder die inhoud heeft als vroeger. Waar toen Steve Jobs er was, was het echt, ging het alleen maar over het waarom. En nu zie je toch meer
dat het gewoon een product is met features en functionalities. En dat de emotie die in het merk zat toen Steve Jobs nog aan het roer stond met zijn why, die is minder nu. Zo ervaar ik dat in ieder geval. En daar kijk ik ook als professional naar. Ja. Dus maar het is nog steeds natuurlijk een enorm groot merk. Ja. Ja, en er zijn heel veel merken trouw natuurlijk. Hè. Degene die in Steve Jobs tijd, zeg maar, Apple zijn gaan gebruiken, die zweert waarschijnlijk nog steeds niet af. Die blijven wel trouw waarschijnlijk. Maar inderdaad... het is ook gewoonte. En dat is, op een gegeven moment weet je wat een merk voor je doet. En waarom wil je een merk? Nou, een merk geeft zekerheid voor je klanten. Ze weten wat ze kunnen verwachten. Ik weet van mijn Apple precies wat het doet, dat het allemaal met elkaar connect. He, stap je bij de McDonald's binnen, weet je exact wat je krijgt, bij welke McDonald's je ook komt. Dus dat is dat is ook met je kleding, het is met je leveranciers. Op een gegeven moment, ik heb dat ook met mijn klanten. Als zij eenmaal met mij gewerkt hebben, dan komen ze terug, omdat ze gewoon weten, je hebt een vertrouwensband opgebouwd. Want het kost dan minder moeite om uit te gaan zoeken met wie je fijn werkt en wat voor jou het fijnste is. Dus dat doet een merk voor je. Het maakt fans en het zorgt dat mensen bij je terugkomen. Daarnaast bouwt het natuurlijk waarde op. Want ja, wat wil je nalaten? Hoe wil je stoppen? Mm-hmm. Dat is een vraag die mensen kijken me nog wel eens een beetje meewarig aan als ik dat zeg. Maar hoe wil jij straks gaan stoppen? Ja, hoezo? Yeah. Ja, kan je dan iets verkopen? Of ben je dan... Stop je gewoon, trek je de stekker uit je bedrijf? Ja. Blijft er iets over? Ik denk dat in de boerensector daar heel bewust mee omgegaan wordt. In die zin, heb ik een opvolger, ja of nee? Dan is dat mijn stop gaat naar de volgende generatie. En is er geen opvolger, hoe dan? En waarin gaat er dan mijn bedrijf afnemen? Kijk, heb je dan een merk neergezet? Bijvoorbeeld een eigen, ik noem maar wat, een eigen product winkel. In de markt gezet. Nou ja, een winkel met een eigen merk bijvoorbeeld. Hè? Ja. Ik weet niet hoe ooit Ben & Jerry's is begonnen. Maar ik kan me zo voorstellen. Je hebt toch ook van het boerke of zo heb je bepaalde producten. Je hebt al bepaalde productlijnen die volgens mij ooit in de supermarkt zijn gekomen. Ja. Ja, die ooit voortgekomen zijn uit een boeren. Idee of een eierenmerk of een. Dus hoe kun jij een merk of een concept neerzetten? Nou, je had wel een heel mooi voorbeeld van de melk. Floortje. Ja, inderdaad. Het is van een bedrijf wat dus per koe, zeg maar, de melk verwerkt, pasteuriseert en dan zo in de fles in de supermarkt te koop aanbiedt, zeg maar. En dan elke koe heeft zijn eigen smaak. De ene is zoeter, de andere is wat frisser, dan noemen ze het dan. Dus minder vet of minder proteïne, zeg maar. Ja. Dus het is ook een heel apart, weer een andere fles dan het standaard pak wat in de winkel staat. Dus dat valt op. En dan dit verhaal erbij. Elke melk heet het. Ja, het is superleuk om te zien, hè, weet je. En dat zijn van die initiatieven. Als dit groot gemaakt wordt, dan kan deze boer... Het overdragen, dus is het schaalbaar wat je doet? Het is nog verder schaalbaar, want dit is ook voor meerdere veehouders te doen. Zeg maar, als ze een melkrobot hebben, dan is dit ook een optie voor hen om dit vanuit hun bedrijf te gaan doen. En dan kunnen ze dat misschien daarop aanhaken, op dit concept. En dan zet zo'n boer iets neer wat groter is dan hemzelf. Ja. En wat dus ook blijft als hij stopt. En dan nog eventueel voor inkomen zorgt voor zijn kinderen en kleinkinderen. Inderdaad, ja. Daarom. Ik zal nog even, als er nog vragen zijn, stel ze gerust. Dan beantwoord Suzanne ze graag. Mocht u dit later terugkijken, dan kan je alsnog je vragen intoetsen. En dan speel ik de vraag alsnog door naar Suzanne. Of ze ziet het zelf ook de vraag staan en dan kan ze daarop reageren. Ja, Barbie heeft zijn hele verhalen gezet, inderdaad. Oké. Okay. Oh, ik moet even naar beneden wandelen, zie ik nu. Sorry. Even kijken. Daar gaan we, Barbie. Even op volgorde van de binnenkomst. Verlijk Saudi Oil, 2 biljard. Guerrilla marketing. Oh.
Ja, guerrilla marketing. Dus een vorm van via alle kleine acties marketing Ja, bedrijven. daar wil ik wel bij zeggen, Korea marketing leuk, maar met welk doel? Ik ben echt een voorstander van doelgericht in plaats van middelgericht. Ik hoor heel veel mensen zeggen, ja, ik moet, hè, wij doen nu een live. En dan zeggen mensen, ja, ik moet ook live gaan. Ja, waarom wil jij live gaan? Heb je iets te vertellen dan? Ik ben niet geïnteresseerd. Ik zie soms live uitzendingen van iemand die een wandelingetje maakt en dan vertelt dat de blaadjes zo mooi groen zijn. Ja, dus. De natuur doet goed voor je. Ja. Ik weet het niet, maar weet je, kijk met wat voor doel je dingen doet. Wat wil je vertellen? Heb je iets aan waarde toe te voegen? Ja, dus dat. Onderscheid in service, als webwinkel, als boer is er nog 4D. Ja. Ja, dat is er zeker. Ja. Ja. Als je bij een boerderijwinkel bent, dan kan je alsnog even kijken naar de koeien die buiten lopen of in de stal lekker liggen te herkauwen of een speeltuintje of iets Kijk, extra. de hedendaagse consument wil een beleving. Dus dat is iets waar een boer heel mooi op in kan spelen. Het is een beleving om er te zijn, om er te komen. Het proces van wat koop ik, het verhaal erachter, dat maakt een meerwaarde dan dat je naar de Appie Happie loopt en je pak melk uit het schap pakt. Ja. Ik denk dat heel veel ouders zich zorgen maken dat heel veel kinderen niet meer weten waar de melk vandaan komt. Nee, inderdaad. Zo van, oh, waar hebben die koeien voor nodig? Er staat gewoon een melkfabriek om de hoek. En denk, ja, dat moet wel Ja. ergens door de koe gemaakt worden. Precies. Nou ja, dat is dus zeker Ja. voor stadskinderen. Dus als je met je boerderij in de buurt van een stad zit, zou je ook kunnen kijken van kan ik een samenwerking met scholen aangaan om te zorgen dat de educatie verbeterd wordt. Hè? En daar mensen naar je boerderij krijgen. Ik ben zelf vrijwillig bestuurslid van een hortus, Hortus Alkmaar. En dat is de voormalige productietuin van het homeopathiemerk VSM. In Oké. Alkmaar. En VSM is vertrokken naar Duitsland en die heeft die tuin eigenlijk, ja, die waren zoiets van, nou ja, oké, Laat me doe zitten nou of zo. niks meer, laat me zitten. Maar er staan Oh. meer dan 700 soorten geneeskrachtige planten en kruiden in die tuin. Volledig biologisch geteeld al meer dan 30 jaar. Dus zo'n 11 jaar geleden inmiddels hebben de medewerkers die in Nederland achterbleven gezegd van ja, wij willen Oh. dit niet verloren laten gaan. Dus het is een stichting geworden. En ja, en wij zijn ook heel erg veel bezig met educatie. De kinderen weten ook niet meer wat de kracht van de natuur en dat je vroeger, ja, vanuit de natuur, de genezing, en ik denk dat boeren daar ook nog heel dichtbij staan, dat mijn vader zweerde bij de spenenzalf, die stond echt voor alles gebruikt. Nou ja, kamillethee uit eigen tuin, dat soort dingen. We hadden altijd onze eigen spullen uit de tuin. Je haalde je biest van de melk, want dat was weer goed voor Ja, dit en dat. En dus zo leefde je gewoon veel inderdaad, meer met ja. de natuur. En dat, ja, dus dat trekt mij daarin aan. En ik vind het ook heel mooi om dat door te geven. Ik doe dat dan via mijn werk met de hortus. Maar ja, ik kan me voorstellen dat boeren daar ook een hele mooie rol in kunnen spelen over met dit soort dingen. Ja, Over hoe en die. inderdaad, en dus inderdaad laten zien waar je voedsel vandaan komt en weten hoe het geproduceerd wordt. Want je weet van oké, die koeien lopen hier zo bij, of hier wordt op die manier de kaas gemaakt, of Ja. bij een vergaderlocatie van nou, je kan hier lunchen gewoon buiten of op de voergang, waar ze spreken, wat een totaal andere beleving geeft. Absoluut. Dus beleven, verbinden. Nou, daar zitten echt winst te halen. En dat dan combineren aan producten en diensten die je levert. Vanuit jouw overtuiging en je passie. Oké, Barry vraagt qua delen, tot hoe laat is het gesprek bedoeld? Nou, waarschijnlijk tot 10:30 zo'n beetje. Maar je kan het altijd nog delen, want dit blijft gewoon hier staan. Dus het is later ook gewoon terug te kijken, Barry. Dus geen probleem, je kan het gerust blijven delen. Ja. Ik zag hier nog een heel lange vraag. Ik weet niet of alles doorkomt. Over Apple, die zijn van nummer 1 en nummer 5 of zo gezakt. Ja, wat jij net al aangaf dan waarschijnlijk, hè? Ja. Oh, mijn tekst gaat verdwijnen.
hen die rijk maken de telefoonsmarkt. Verder hebben ze een vaste fanbase. Ook is Apple techniek anders dan het Apple voedsel. Ja. Mensen eten niet alleen appels of appels varianten. Ben en Jerry waren vrienden die begonnen zijn met $10.000 of zo. Ja. Ja, nou zo zie je dat een heel klein idee, hè, iets groot kleins, heel groot kan worden als er een goed verhaal achter zit. En dat was echt Ben & Jerry's, weet je. Zij hebben dat zo goed vanuit een heel goed verhaal neergezet, vanuit hun passie en overtuiging. Ja, en nu zijn ze gekocht door Unilever. Alweer een poos geleden. Hetzelfde met de vegetarische slagerij. Die heeft dat ook goed gedaan vanuit een trend die ze gespot hebben, vanuit hun overtuiging ook om minder vlees te eten. En qua gezondheid en milieuredenen. En inmiddels ook overgenomen door Unilever. En dan wordt het heel groot ineens. Dan heb ik wel begrepen dat Unilever op het gebied van duurzaamheid enorme grote stappen maakt. En deze twee ondernemingen, in ieder geval Ben & Jerry's, aan een bijdrage dan. Een Certified B Corp. Dus een bedrijf dat gecertificeerd is omdat ze hun duurzaamheids- en hun social responsibility, dus hun duurzaam ondernemen, hebben ze heel hoog op de agenda staan. Ja. Okay. Even kijken, nog een vraag. Een actie voor scholen die interesse hebben. Een quiz, winnaar, gratis schoolweek. Ik weet niet wat daarmee bedoeld wordt, gratis schoolweek. Nou, misschien een kamp of zo bij de boer op het terrein. Ja, je hebt inderdaad ook boerderijen waar ook groepsaccommodatie is, zeg maar. En er is ook, ben ik vorig jaar ook even live bij aanwezig geweest, Foodcamp. Dat is van Judith Rijk. En die organiseert samen met BSO-scholen, kinderopvang, excursies van scholen. Excursies naar de boerderij. En dan krijgen ze drie thema's mee. Eén is oogsten. Dus ze gaan zelf zeg maar de moestuin in om de venkel te snijden. Daarna gaan ze het met een kok samen koken, bereiden. En dan lekker opeten. Nou, die koks die zeiden aan de andere kant, nou, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ze eten echt alles op. Ja. Dat ze weten waar het vandaan komt of ze hebben het meegemaakt. Het is een hele andere beleving. Maar dat is heel cool, want dan maken we dus ook de komende generatie bewust van voeding, van de natuur en van waar het vandaan komt. Dus ik zie daar echt wel heel veel mogelijkheden in. En de hele maatschappij wordt daar ook steeds meer van bewust. Dus daar liggen zeker kansen voor de boerenbedrijven om in te gaan. Ja. Ja. En je ziet dat ook andere bedrijven erop inspelen. Hè? Dus je hebt mooie samenwerkingen die ontstaan. En waardoor het gewoon meer draagkracht krijgt en meer zichtbaarheid. Ja, en zichtbaarheid de zichtbaarheid is natuurlijk wel een dingetje. Hè? En dat heb jij misschien wel ervaren met jouw werk. Wat ik heel cool vind wat je doet. En het zichtbaar maken van de boerenbedrijven en het zichtbaar maken van de mensen daarachter. Ja. Maar die zijn allemaal een beetje schuw. Gewoon voor negatieve reacties, of van wie zit er nou op mij te wachten, of weet ik er wel genoeg van? Vertel doe je eigen gewoon, ervaring. Doe maar gewoon, dan ben je al gek genoeg. Maar het zelf soms ook niet zo bijzonder vinden wat ze doen, omdat het gewoon is voor hen. Ja, het is normale gang van zaken. Ja. Ja. Terwijl het eigenlijk heel bijzonder is en dat die pareltjes naar boven krijgen en oppoetsen, zodat ze mooi aan de wereld getoond kunnen worden en dat er begrip en verbinding ontstaat. Nou, dat is branding en dat begint bij het weten van jezelf en het zichtbaar maken van wat je doet, waarom je het doet. Ja, inderdaad. Dat is denk ik een hele mooie afsluiting. Ja, inderdaad. Ja, Barry zegt, jammer dat er niet meer waren interactie rocks. Nou, dankjewel voor het compliment. Ja. En mochten we weer dit later nog terugkijken, stel nog gerust je vragen en dan gaan we daar alsnog antwoord op geven. Ja. Wil je er meer over weten? Nou, dan even kijken. Dan geven we straks nog even een leuke actie. Ja. Even kijken. Op kamp leuke dingen doen, het geleerde zien en wellicht meemaken. Ja, inderdaad. Hun eigen beleving. Beleving is dat voor het schoolkamp en dergelijke. Ja. Ja. Ja, klopt. Volgens mij heb ik al de vragen van Barry inmiddels beantwoord. Ik breng nog even in beeld
The Glorious Business Day. The Glorious Business Day. Dat doe je niet alleen die dag, nee. Aanstaande zaterdag in Hoofddorp. Ja, en er zijn mogelijkheden om in de zaal aanwezig te zijn. We hebben nog een aantal plekjes over. Niet veel, maar we hebben nog wel wat plekjes over. Dus als je echt een dag wil onderdompelen in hoe je jezelf... Kijk, mijn kat komt even gezellig langs. hoe je jezelf zichtbaarder wil maken vanuit jouw kracht. En hoe je dat gaat vertalen naar een sterk merk. En een verhaal wat je kunt vertellen. Dat gaan we zaterdag in Hoofddorp doen. Je kunt daarbij zijn in de zaal. We hebben een mooie aanbieding voor je zo direct. Maar je kan het ook volgen via de livestream. En dan kan je het op de dag zelf. Maar je kan het ook... nog daarna, in 3 maanden daarna kan je nog de opnames bekijken op jouw moment vanaf elke locatie, als je maar internet hebt. Ja, voor degenen die inderdaad bijvoorbeeld zaterdag de winkel open hebben, die kunnen wat lastig komen of als ze niet een invaller hebben. Dus dan is inderdaad de livestream ook een optie. Ja, je hebt dat wel eens gedaan, hè? Ik heb het zelf, ben ik altijd aanwezig natuurlijk, maar de ervaring van livestreamers is heel positief, heb ik gemerkt. Ja. Ja, of ze kijken op het moment dat ze die dag toch wel erbij kunnen zijn, maar niet hoeven te reizen, zeg maar. En ja, je krijgt het wel gelijk mee en de ervaring is bijna hetzelfde. Ja. je kan je vragen stellen, alleen je kan niet daar ter plekke oefenen natuurlijk. Dus live event is natuurlijk wat mij betreft altijd het beste, maar livestream zeker second best. Ja, dat snap ik. Maar je kunt daar ook met vrienden, vriendinnen, familieleden samen naar kijken. Hè? Dus niet dat je dat alleen hoeft te doen. Inderdaad. Dat is het mooie van een livestream ticket. Je koopt er één en je kunt daar gewoon met een aantal mensen naar kijken. Ja. En niet alleen de dag zelf, maar ook de 3 maanden daarna nog. Ja. Inderdaad, je kan ook zeggen van nou, een van ons bestelt een livestream en we spreken een dag af of verknipt er een aantal avonden op met een studiegroep bij jou in de regio bijvoorbeeld. Of voor gelijkgestemden voor wie het interessant is. Zeker. En dat kan in alle markten zijn, daar is geen limiet aan of geen... Nou ja, precies. En met de korting die we aanbieden vandaag is die maar €50. Dus dat is eigenlijk een no-brainer. Als je meer wilt doen met je merk en als je jezelf beter op de kaart wil zetten, is dat absoluut een aanrader. Ja, in de zaal zijn is natuurlijk ook leuk, want we gaan er echt een feestje van maken. En ik bied jullie bij deze een €100 korting aan. Een kaartje kost normaal €250. Exclusief BTW en voor €100, €150 exclusief BTW kun je er gewoon live bij zijn met Roy Martina, Winston Scholsberg. Ja. Ja, Winston Scholsberg helpt je met je verhaal vertellen. Je ziet de link, ik zal hem ook wel even in de opmerking hieronder plaatsen, want dit moet je alsnog overchecken, maar je gaat naar glory.nl/gloriousbusinessday en de kortingscode die je daarvoor kan gebruiken is L-I. Dus dat moeten hoofdletters zijn, denk ik, hè? Hoofdletter L en I van LinkedIn is dat eigenlijk. Ja. 2025-01. Daarmee krijg je op die website bij tickets boeken. Dat is die oranje stip hier in het midden. Ja. wordt dan die korting meteen verwerkt. En dan kun je zaterdag live meekijken van achter je computer of op een later moment dus terugkijken. Ja, en in de zaal aanwezig zijn. En daar hebben we nog, ik geloof dat er nu iets van 10 plekken open zijn. En er lopen nog een aantal acties op Facebook en LinkedIn. Dus ja, ik zou zeggen, grijp je kans om erbij te zijn. Ja, inderdaad. En het is, hoe laat begint het zaterdag? Het begint om 10:00. Dus 9:30 binnenkomen, registreren, 10:00 tot ongeveer 21:30. En dan sluiten we af met een toast op 2020. Yes. Om er een glorieus jaar van te maken. Kijk, ja. En met een sterk merk. Met een sterk merk en passie en overtuiging vanuit jouw kracht. Ja. Ik zag trouwens op jouw website ook nog een e-book wat gedownload kan worden. Ja, dat kan. Dat is misschien ook interessant voor als je nog meer wil weten over Suzanne. Ja. Ik zal hem even in beeld brengen. Dan zie je dit e-book staan, dus dan geef je even je naam en e-mailadres op en dan krijg je hem gelijk... In je mailbox. Nou, hartstikke leuk. Helemaal goed. Ik zie nu volgens mij geen nieuwe vragen meer binnenkomen. Nee. Dus stel ze gerust later alsnog. Volgens mij geen nieuwe vragen. Oh. Ik hoor. Mijn safari gaat reageren. Ja.
Dat is niet nodig. Dus laat het dan alsnog weten. Ik wil Suzanne reuze bedanken voor jouw tijd hiervoor. Jij bedankt voor de kans. Hebt. En ja. Om ook degene met een boerderijwinkel of een boer een product of dienst, hun merk sterker te kunnen laten maken. Ja. En wie weet zien jullie dan zaterdag. Ik ben erbij aan het livestreamen bij Suzanne. Ja. Dus of daar ziens of in de livestream mogelijk. Nou, hartstikke goed. Dankjewel en een fijne dag allemaal, hè? Toch? Bye bye. Groetjes. Bye.